Mijn naam is Robin Platjouw. Ik ben ICT-coördinator en leerkracht op basisschool Slingertouw. En ik ben 38 jaar. We hebben een school van 800 kinderen, verdeeld over twee locaties. Op deze locatie zitten alle groepen 7 en 8. Dat zijn in totaal bijna 200 kinderen. Die komen hier allemaal in het lab, één keer in de week, om met onder andere de 3D-printer te werken. Ik wilde een soort makerslab gaan maken waar kinderen hun creativiteit kwijt konden. En centraal in dat lab moest voor mij een 3D-printer komen te staan. Ik had al wat filmpjes gezien, ik had wat mensen gezien die er eentje hadden. En ik was er echt heel lyrisch over en ik vond het een fantastisch apparaat. Vooral de Ultimaker die we zelf konden opbouwen. Dus via 3D-kanjers hebben we toen een contact gelegd. We hebben toen twee printers besteld. En die zijn we samen met de kinderen gaan opbouwen. En dat proces was essentieel, want een van de doelen van ons lab was dat kinderen snappen dat zo'n apparaat niet zomaar in elkaar zit. Dat er ontzettend veel technologie in zit en dat het heel veel moeite kost om zo'n apparaat te maken en op te bouwen. Kinderen die willen er graag naar kijken als er iets bezig is, dan zie je ze de hele tijd eromheen staan om te kijken wat hij aan het bouwen is. De meest gestelde vraag dit jaar aan mij was ook, meneer, wat ben je nou aan het maken? Ik vond de Eiffeltoren heel cool, die ze hadden uitgeprint. Ik vond het Colosseum wel mooi. Gebouwen. Minion vond ik ook wel leuk. Ja, er zijn al een paar mensen die hebben al bijvoorbeeld hun eigen naam geprint. En dat vind ik best leuk om te doen dan ook. Het is natuurlijk heel leuk omdat je dan, als je zelf bijvoorbeeld iets hebt ontworpen, dat je het dan gewoon uit kan printen. En dat je het dan gewoon in je handen kan hebben, iets wat op de computer stond. Dat is wel heel cool. Dat apparaat zorgt ervoor dat kinderen nieuwsgierig raken en dat ze willen kijken van wat kan er allemaal mee. Dus heel veel van die kinderen hebben een eigen account aangemaakt op Tinkercad om zelf creatieve dingen te gaan maken op dat programma. En dat we mee te nemen naar school om het hier uiteindelijk uit te printen. Aangezien we dus bijna 200 kinderen hebben in de bovenbouw, is er ook een enorme wachtrij. Ik denk dat we al een stuk of 50, 60 printjes klaar hebben staan om nog te printen. Nou, dat duurt gemiddeld misschien 1 à 2 uur per printje, dus je kunt nagaan hoeveel tijd we daar kwijt mee zijn. Kinderen zijn echt heel enthousiast en willen het liefst gewoon wat ze zelf bedacht hebben natuurlijk mee naar huis nemen. Dat mag ook. Bij dat bouwen binnen Tinkercad zie ik dat kinderen moeten rekenen, ze moeten 3D-inzicht hebben, ze moeten allerlei vaardigheden hebben die ze misschien in de toekomst ook wel nodig zullen hebben. En wie had gedacht dat dit apparaat er zou zijn 5 jaar geleden? Dus over 5 jaar is er misschien wel weer een apparaat waar iedereen van denkt, zo. En over 10 jaar is er misschien wel een apparaat wat door onze kinderen is uitgevonden. Dus dat vind ik ook het mooie, dat die nieuwe technologieën kinderen op een creatieve manier kunnen stimuleren om verder te denken. En dat vind ik heel mooi.